Goedemorgen. Humor maakt het leven licht en leuk en het leert je zo lekker relativeren. En we kunnen allemaal ons gevoel voor humor vergroten. Dat leert Renate Reinders ons met een humorcollege. Kunt u ook wel wat meer humor gebruiken? Dan kunt u woensdagavond naar het Posttheater in Arnhem of donderdagavond naar de Schouwburg in Lochem. Want dan kunt u naar het humorcollege van cabaretier Renate Reinders. Ja. En wat gaan we daar dan doen bij dat humorcollege? Nou ja, het is een. Nou, laat ik vooropstellen dat het een cabaretvoorstelling is. Maar zeker met een vleugje college. Dus ik zal heel veel gaan vertellen over wat is humor. Daar gaan we het over hebben. En dus we gaan het hebben over verschillende soorten stijlen van humor. Ja. 11 humortechnieken. Dus we gaan het hebben over zelfspot, woordhumor, overdrijven, leedvermaak. Dat is een hele grote. ik zal heel veel filmpjes laten zien. Beelden, ook persoonlijke verhalen. Maar het publiek komt zelf ook achter van, ja, wat voor een humor zet ik eigenlijk in? En wat heb je daar dan aan? Idee heel veel. Want? Ik heb zelf de humor sowieso nodig. Voor mij is het echt zuurstof. En ik denk dat het voor anderen ook goed is. En meneer Cohen heeft ooit gezegd, humor is een mechanisme om te overleven. En Max Tailleur zegt, ik lach om niet te hoeven huilen. Het komt allemaal volgens mij op hetzelfde neer. En wat ik met de voorstelling wil zeggen, humor houdt je in balans. Ja. Dus we hebben het nodig, zeker. Ik refereer ook naar Charlie Hebdo. Tuurlijk. Het kan gevaarlijk zijn om een grap te maken. Dat hebben we gezien. Ja. Maar we hebben het nodig. Ja. Ja, we moeten de angst niet laten regeren. Nee. Dus, want het kan ook in dit geval humor dan weer een beetje helpen om er met elkaar vanmiddag bijvoorbeeld als u gaat praten, het erover te hebben? Ik zeg altijd, je moet altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen. Het is ook een soort uitlaatklep. Absoluut. Hè? Ook als we het allemaal niet meer weten, dan kunnen we via humor, cartoons... Dat je het ook realiseert. Van god, wat gebeurt er? En kunnen we het allemaal, want je denkt altijd van, jij hebt collega's bijvoorbeeld die echt de lachende kont hebben hangen. En je hebt collega's waarvan je denkt, hele intelligente en interessante collega's, maar daar kun je net wat minder vaak mee lachen. Heel inhoudelijk, ja. Of kun je het allemaal leren om het te vergroten? Nou, vroeger dacht men nog, je hebt het of je hebt het niet. Ja. En tegenwoordig... Ja, raak me eigenlijk steeds meer van overtuigd dat het te leren valt. Maar het is ook, kijk, als je een binnenpretje hebt of een gekke gedachte, ook dat is humor. Ja. Dus je hoeft niet gelijk Brigitte Kaandorp te zijn en om een podium te gaan staan. Dat kan ook. Of Renate Reinders op een podium. Ik zag zelfs dat er zelfs een WikiHow is. Dus hoe word ik grappiger? Kunt u gewoon op Wiki kijken. Ja. En dan staan hartstikke goede tips. Ja. Of naar dat humorcollege natuurlijk. Je gebruikt veel voorbeelden en filmpjes. Ja. Deze vond ik heel erg leuk. De eerste vrouw op de maan. Ja. First one on. Daar wachten we nog steeds op. Ja. De telefoon vergeten. De sleutels vergeten. Oh, de sleutels komt niet meer binnen. Ja dus daar komen wij vrouwen weer helemaal niet goed bij weg, natuurlijk. Dat vinden jullie leuk, hè? Ja, ik vind hem ook leuk. Alles alleen maar dat het onszelf ook overkomt. Ja, daarom, precies. Ik vind het zo herkenbaar, zo. Ja, van, oh nee. Zit je daar met elkaar. We gaan zo meteen naar de volgende kijken. Monique, je moet nog even hier blijven. Ja. Die is ook heel leuk, maar die zien we zo meteen. Dit is leedvermaak, maar inderdaad, vanuit het perspectief van de vrouw is het zelfspot. Ja. Ja. Dus en zelfspot, dat werkt altijd? Ja, ik ben heel erg... Ik vind het zo fijn. Ik vind het prettiger dan iemand die hoog van de toren blaast. En ik denk, zeker in een eerste contact is zelfspot heel erg prettig. Maar dit zijn mannen die vrouwen op de hak nemen. Ja. Mogen wij ook Marokkanen op de hak nemen? Vluchtelingen? Tuurlijk. Ik ben er wel... Als je als mij aan cabaretier zou vragen van, mag alles bespot worden? Ja. Maar en dan zou ik het ook in het college over gaan hebben. Je hebt wel een soort van psychologische afstand. Hè? Dus stel, je hebt een verkeersongeval gehad. En ik ga diezelfde dag daar harde grappen over maken. Dat werkt dan moet je daar waarschijnlijk. Ja. En als ik na een jaar doe, waarschijnlijk weer wel. Maar is de tragedie klein, dus bijvoorbeeld je stoot je teen. Ja. Dan moet je juist die dag, als je dat na een jaar doet, denk je, Kees, waar heb je het over? We hebben nog een hele mooie, het verschil in denken als man en vrouw samen een avondje gaan stappen. Ja. Wat denk je? Is een plaatje. Ja, precies. Nou, Renate, leg hem eens uit. Nou, dus bij de vraag. Wat doe je aan? Zullen we eentje gaan drinken? Wat denkt de man en wat denkt de vrouw? En die man denkt bier.
En een vrouw wordt hysterisch. En die vrouw denkt, wat moet ik aan? Doe ik mijn laars op mijn hoge hakken aan? Ja, en wat moet ik drinken? En een chocomel? Dan denkt hij weer, deze heb jij zelf gemaakt, hè? Ja, deze heb ik zelf gemaakt. Ik vond het een hele goede grap. Ja. Een biertje. Even een biertje drinken. Ja. En dit is trouwens niet typische mannenhumor. Zowel vrouwen als mannen moeten hierom lachen. Ja. Maar er is inderdaad wel verschil in humor tussen mannen en vrouwen. Dus mannen zitten meer op leedvermaak en vrouwen op zelfspot. Waarom doe je dit? Wil je hier iets mee met het vergroten van die humor? Ja, ik merk dat wij vrij serieus zijn geworden in Nederland. En dat is het zo? Ook, ja, dat merk ik echt, want ik geef al heel lang de humorworkshop. Al een jaartje of 10. En denk, maar dat is ook wel logisch met de crisis en alles wat er gebeurt. Ik denk, ja, ik snap wel dat we ons iets... zo slecht hebben we nou ook weer niet in Nederland. Ja, weet ik, maar toch merk ik het. En, de kracht van de humor wil ik wel nog meer overbrengen. Het bewustzijn van, ja, vergeet het niet en zet hem in. En het houdt je in balans. Dus dat zeg ik ook in het begin van het college. Je kan gezond eten, je kan vroeg naar bed. Maar lachen is gezond. Is toch wel een echt ander gezond. Ja, precies. Ja. Alleen moeten we dan op hele verschillende dingen lachen. Ik laat er eentje die jij heel leuk vindt, die ik heel irritant vind. Neonletters. Heb je veel stress, Erik? Nee, eigenlijk helemaal niet. Je moet echt even stoppen met schreeuwen, Erik. Anders kan ik niet aan je werken. Oh. Ik ga een kaart voor je trekken. Och, Erik, ik voel het ook al aan de kaart. Je bent zo gefokt, Erik. Oh, dat voelt zelf. Erik, rustig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Daar moet je aan werken. Ik trek voor jou de brie met de bril, Erik. Weet je wat dat betekent? Ja, ik heb zelf die set ook. Ja. Nee, dat je heel snel rustig moet worden. Anders dan gaat het mis, Erik. Oh, dat gevoel. Erik, doe rustig. Nou, op zich ben Erik, ik kan op deze manier niet aan je werken. Je moet wel. Als jij wil dat ik aan je ga werken, moet je rustig doen, Erik. Ik ben op zich... Erik, ik gooi je van de lijn, hoor. Nou, spijt. Dat was Erik. Stop, Erik. Ja, dit is subliem. Ja, ik moet het toch ook wel over lachen. Ja. Het is timing. Heel goed. Ja. Timing. Dit timing. Vinden jullie fijn? Ja, dit is ontzettend leuk. De herhaling. Ja, en de tegenstrijd. Dit is humortechniek tegenstrijd. Wie is er rustig? Ja. Want ik zei net, humor is natuurlijk heel persoonlijk. Wat de een leuk vindt, vindt de ander niet leuk. Of is het toch wel zoiets van een grote gemene deler van waar we allemaal wel om... Want ik merk dat we hier allemaal wel om hetzelfde kunnen lachen. Maar... Ja, klopt. Ik speel door het hele land. Dus ik merk dat zelfspot, overdrijf en woordhumor... en vooral woordhumor, woordspelingen, dat komt heel veel voor. En dan heb je wel nog gradaties. Dus bijvoorbeeld in Groningen en zo hebben ze niet zoveel met absurdisme... letterlijk nemen. Limburg ook niet. Utrecht wel weer. Den Haag, Rotterdam, dat zit een beetje sarcasme, ironie. Heel zit er. Ja, maar dit zijn zelf. Ja, precies. En Gelderland? Dat ga ik woensdag meemaken. Goed antwoord. Ja. In Gelderland lacht iedereen om alles, volgens mij. Ja. Dat is een heel vrolijke provincie. Ja. Maar waar wordt er vaker gelachen qua provincie? In Arnhem. Ja? Nee, wat? In Gelderland. In Gelderland. Studio. Ja, toch bij Gelderland? Ik heb heel veel in het Posttheater en in Gelderland gespeeld. En dit is, nou ja, je zegt het nu, maar het is wel echt het is wel heel prettig spelen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, fijn, hè? Dan voelen we ons allemaal toch alweer een beetje... Ik had altijd een beetje het gevoel dat het is niet gereserveerd, dat is het. Dus zijn die zuidelingen niet beter in een vette lach dan... Valt er mee, hoor. Nee, hoor. Die zitten ook... Nee, hoor. Dat is ook een beetje kat uit de boom kijken. Van, nou. Wat is je effect van het humorcollege? Want je doet het al een tijd, zei je. Ja. Merk je er iets van terug? Ja. Ik merk nu vooral met het college spreek ik echt het publiek ook naar de hand. En het is heel bijzonder voor mij. Dus ik sprak een man die zit in de zorg. Hij zegt, ja, ik vind het zo fijn om het college te volgen... want wij gebruiken bijvoorbeeld heel veel ironie in de zorg. En dat is natuurlijk heel schrijnend. Dat moet natuurlijk, ja. Absoluut. Ja. En daarmee omgaan. Hoe ga je daarmee om? En er was ook een moeder die... ze zegt, ik heb heel slecht contact bij zijn vader woont. Zegt, het enige contact wat ik met hem heb is via absurdistische filmpjes... Nou, dat ontroert mij dan. Ja. Dat ze die humor delen. Ja, en pa snapt er niks van en de rest van het gut snapt er ook niks van. En dat is hun ding, hun contact. En dan denk ik, ja, humor is fantastisch. En dat zet zij heel bewust in. Het geeft ook altijd een gevoel, als je samen kunt lachen om dezelfde grap... geeft ook altijd wel een gevoel van verbondenheid. Ja, klopt. Dat is met een running gag ook zo, hè? Dus de mensen onderling snappen de grap en dan buiten staan er niet. Die denken, ja, waar heb je het over? Maar je had het over die nabijheid, net met het verkeersongeluk. Maar bijvoorbeeld zo'n hakenkruis. Dus als de geschiedenis zo zwaar is, zo intens, is dat dan ook moeilijk om daar dan
humoristisch over te zijn? Ik denk op het moment zelf wel even. Maar als je dat weer gaat organiseren en jongens, hoe moeten we daarmee omgaan? Dan kan je het wel weer toepassen. Ja. Goed. Ja. Nou, wilt u meer hiervan dan dus woensdag naar het Posttheater in Arnhem of donderdag naar de Schouwburg in Lochem? Dan kunt u na het Humorcollege. Zijn hier in ieder geval 3 kaartjes verkocht.